In Merit at First sight ervaren Bastiaan, 45, en Suzanne, 40, een emotionele kloof. Suzanne verkiest afstand, terwijl Bastiaan juist toenadering zoekt. Gedragsbioloog Patrick van Veen komt te hulp om de lucht te klaren tussen het stel. Bastiaan ontwaakt onuitgerust op Malta na een korte nacht. Hij heeft slechts enkele uren geslapen en heeft zelfs een ander bed opgezocht voor een betere nachtrust. Wanneer hij aangeeft graag naast Suzanne te liggen, Reageert zij slechts met goed zo. Het koppel, pas getrouwd, bevindt zich niet op dezelfde golflengte als het gaat om gevoelens. Bastiaan verlangt naar toenadering en fysiek contact, terwijl Suzanne juist geen behoefte heeft aan intieme aanrakingen. Ik ben gewoon niet zo aanhankelijk, deelt ze mee. Tezij ik iemand heel leuk vind. Dit vormt het huidige struikelblok voor Suzanne. Patrick van Veen verschijnt voor een gesprek. Hij wijst erop dat hun valkuil is dat ze beide heel aardig en meegaand zijn. Ze vermijden gesprekken over hun gevoelens. Patrick stelt vast dat ze kleine zaken te groot maken. Suzanne en Bastiaan zijn opgelucht dat ze hun gevoelens kunnen uiten. Suzanne opent meteen: Ik vind Bastiaan nog niet heel sexy. Patrick acht het echter noodzakelijk dat ze de kaarten op tafel legt. Suzanne geeft uiteindelijk toe: Ik vind hem nu nog niet leuk genoeg, en dat vind ik ook sneu voor hem, want ik weet niet of dat gaat komen. Patrick adviseert haar deze gevoelens met Bastiaan te delen. Deze relatie maakt alleen kans als jullie open en eerlijk naar elkaar zijn. Na individuele gesprekken schuiven ze weer gezamenlijk aan bij Patrick. Hij adviseert hen om af en toe rust te nemen. Hij benadrukt het belang van openhartig uitspreken wat ze nodig hebben. Ook dringt hij aan op het uiten van hun gevoelens naar elkaar toe. Het is belangrijk om je bewust te zijn dat je door iets negatiefs te zeggen niet noodzakelijkerwijs de ander afwijst, onderstreept Patrick. Zal het huwelijk van Bastiaan en Suzanne stand houden? Merit at First Sight is te zien op RTL 4 en Videoland, iedere dinsdag en woensdag om 20.30 uur. 30.